Het voorjaar staat voor de deur en dat is slecht nieuws met betrekking tot het blauwtongvirus. Veehouders houden hun hart vast. We horen er momenteel misschien even wat minder over, maar onder veehouders leeft het blauwtongvirus nog steeds volop. Zeker nu het voorjaar voor de deur staat en er nog geen vaccin beschikbaar is, heerst de angst dat het virus binnenkort weer massaal zal toeslaan. Die angst voelt ook Wilbert Verriet uit Kekerdom. Nou, ze gaan heel erg kwijlen, omdat zeg maar, de speekselklieren raken geïrriteerd. Ze krijgen hele dikke opgezwollen koppen, de oedeem, dus vochtvorming zeg maar. En dat komt eigenlijk door de ontstekingen in de bek. Ze worden sloom, ze eten niet meer, omdat het gewoon te pijn doet om te eten. Dat zijn eigenlijk allemaal symptomen waar je op moet gaan letten. En dan is er maar één ding, is eigenlijk het schaap naar binnen te halen en onder de pijnstillers zetten. Toch lijkt er hoop in zicht. Volgens Verriet komt er een vaccin voor de schapen, maar die kan niet te lang op zich laten wachten. Die epidemie is gestopt omdat het weer kouder werd, maar hij komt daar gewoon weer terug als het warmer werd. Dus die knutjes die zijn nou sloom en zitten ergens onder de grond in de modder. En die komen dadelijk als het warmer wordt, komen ze aan voor de dag. Dus mei, juni staat ons wel wat te verwachten als we niet kunnen enten. Want je moet twee keer enten, maar met een tussenpoze van drie weken. Dus ja, het moet gewoon zeg maar april, eind april moet gewoon die entsoften zijn. Willen we het willen voorkomen en tegenhouden. Totdat er een vaccin is, hebben de meeste boeren geen andere keus. De schapen ophokken. Zeker nu het buiten weer warmer wordt. Nou, de schapen die hierbij staan, die ga ik binnenhouden. Twee dingen. Die knut waar ik toch wel veel gezien heb, dat de mensen die in de afgelopen periode opgestald hebben in de herfst, toch niet zo zwaar getroffen zijn als de andere bedrijven waar ze gewoon buiten bleven. Dus ik denk dat ik ze binnenhouden. Dus het liefst heb ik dit ook gewoon buiten. Want ik, weet je, schaap, lammetjes zijn kuddedieren, zijn buitendieren. Ze moeten gewoon eigenlijk naar buiten. Maar ja, het is niet dat ze zomaar voor alles maar naar buiten gaan en ik ze dadelijk ziek allemaal op stal heb staan. Dan kan ik ze beter nu binnenhouden en wachten tot de vaccinatie er is. Het blauwtongvirus is sinds het najaar een officiële epidemie. In heel het land is het inmiddels verspreid. Verriet heeft het er lastig mee. Hij ziet zijn kudde schapen het liefst allemaal in de wei lopen. Dit is mijn hobby en mijn lust. Ik wil niet dat dit allemaal dadelijk met blauwtong doodgaat of ze hartstikke ziek wordt en in een lijdensproces komt. Je ziet gewoon bij collega's die daar zeg maar in Noord-Holland zaten, dat gewoon de helft tot 75% van de kudde doodgaat. Ja, als dat hier gebeurt, dan ben ik klaar. Dan kan ik stoppen. Het is een kuddedier, dus je moet hem in een kudde houden. Alleen schaap is niet blij. Nijmegen wil de binnenstad moderniseren. Het moet allemaal groener worden en fijner voor wandelaars. Met die plannen verdwijnen er zo'n 1000 parkeerplaatsen voor bezoekers en daarmee gaat de binnenstad juist kapot. Zo vrezen veel ondernemers. Hier probeert Frans Grootaerts dagelijks zijn brood te verdienen. Maar even verderop in het gemeentehuis wordt hem dat naar eigen zeggen onmogelijk gemaakt door de nieuwe plannen. Kijk, als Nijmegen niet meer interessant wordt voor iemand met een auto naar Nijmegen komt, maar ook Duitsers komen natuurlijk veel in Nijmegen, hè? Dan maak je de stad gewoon kapot. En zo denken ook andere ondernemers erover. Ik maak me zorgen over de toekomst. Als er dag 1000 plekken weggaan, nou ja, je weet hoe mensen zijn. Als mensen geen plek kunnen vinden, dan gaan ze naar huis. Het is nu al niet makkelijk om op zaterdag een parkeerplek te vinden. Op de piekmomenten, wanneer het geld verdiend moet worden in de binnenstad, is het hier gewoon rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats. U ziet het hier achter me. Parkeren voor piek, dat kunnen we niet. Daar kunnen we geen plaatsen voor maken. Maar er zijn momenteel gewoon voldoende parkeerplaatsen. Maar er verdwijnen er dus zo'n 1000, waaronder deze parkeerplaatsen. En als je dus 1000 plekken gaat weghalen, dan creëer je in mijn ogen geen hand, maar een vuist en blijf maar uit deze stad. Wat zegt u tegen binnenstadsondernemers die zeggen het college maakt onze binnenstad kapot? Ik zeg, ondernemers, ik begrijp jullie zorgen, ik begrijp het heel goed, maar niet alles hangt af van een auto. Ja, dat kan, maar het grappige is dat ze dus ook de fiets willen weren uit het centrum. Die moeten ook aan de rand blijven. De VVD maakt zich ernstige zorgen over het centrum van Nijmegen. Als je door de stad heen loopt, dan zie je toch wel echt heel veel panden leegstaan. En voor mij zijn dat tekenen aan de wand van ondernemers die niet meer durven te investeren en die dus afhaken. Verschillende Wiegenaren maken zich zorgen over het karakteristieke pand vlakbij de kasteeltuin en op de looproute vanaf het station naar het centrum. Die moet mogelijk wijken voor een appartementencomplex. Om dit te voorkomen gaat er een online petitie rond die al meer dan 500 handtekeningen heeft. De initiatiefnemers van de petitie zijn bang dat als dit sfeervolle pand wordt gesloopt, een deel van het dorp zijn karakter verdwijnt. In het centrum van Wiegen zijn in het verleden veel karakteristieke panden verloren gegaan, valt te lezen op de website van de petitie.
Ze verzoeken de gemeenteraad om binnenkort tegen dit plan te stemmen. Het aantal bedrijven in Nijmegen stijgt nog steeds. Er starten meer nieuwe bedrijven dan er bedrijven stoppen of failliet gaan. Niet alle sectoren laten het hele jaar goede cijfers zien, maar de banengroei wordt niettemin nog steeds breed gedragen. Dat staat in de onlangs gepubliceerde economische visie van 2020 tot 2025 van de gemeente Nijmegen. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de eerder uitgesproken ambitie, namelijk 10.000 nieuwe banen erbij in 10 jaar, meer dan waar wordt gemaakt. Het aantal banen nam ook in 2023 verder toe. De exacte cijfers worden bekendgemaakt begin april. Gisteren zag je in het RN7 Regio Nieuws hoe Nijmegenaar Bas Bakhuis nu al een tatoeage liet zetten voor de bekerwinst van NEC. NEC speelt deze finale pas op 21 april in de Kuip tegen Feyenoord, maar Bakhuis denkt nu al zeker te weten dat de Nijmeegse ploeg gaat winnen. Het resultaat van de tattoo was gisteren nog niet te zien, maar inmiddels is het helemaal af. Na 27 jaar stoppen eigenaren Nick en Wilma Helmond met het runnen van Café Het Zwaantje in Deest. Het echtpaar is momenteel de vierde eigenaar van het Bruine Café dat bijna 97 jaar bestaat. Het stel is nu op zoek naar een koper die het café zou willen voortzetten om zo toch nog het 100-jarige jubileum te kunnen halen. Het is geen familiebedrijf, of ook weer wel, want het is van ons samen. Het unieke is, in die 97 jaar heeft het maar 4 eigenaren gehad. Tot 27 jaar geleden was dat de familie Zengers. Opa, zoon en kleinzoon. En daarna hebben wij het overgenomen. Nick en Wilma Helmond wilden 27 jaar geleden graag de horeca in. Destijds gingen ze verschillende locaties af die te koop waren om uiteindelijk bij Het Zwaantje terecht te komen. Ik heb vanaf school altijd in de horeca gewerkt. Dus op een duur dacht ik van iedereen verdient maar geld en ik werk mijn eigen schompen. Zal ik het zelf maar eens gaan doen? Kijk, ik speel natuurlijk al sinds mijn jonge jaren in allerlei bandjes. Dus ik zat ieder weekend in de horeca. Daar kwam ook de interesse voor de horeca naar boven. Een andere interesse die het echtpaar deelt is muziek. Samen hebben ze de afgelopen 27 jaar veel mooie evenementen georganiseerd. En tribute bands laten spelen in hun geliefde Bruine Café. Maar de kerst op de taart? Ik denk Jovink kent de Voeterbieters. Dat was wel heel geweldig. Ja, omdat dat heel snel uitverkocht was en dat we er nog een tent aan het café bij moesten zetten, omdat we alle mensen niet kwijt konden. Dus dat was wel mooi. Zij maait het gras voor de voeten al weg. We hadden nog meer fantastische bands natuurlijk. De bejaardtoernooien, we hebben blauwe baltoernooien gehad. Die waren wel zo grandioos, dus de bejaardsport is hier ook heel groot. De wereld na 5 mei, die ziet er voor ons denk ik zo uit. Wij zijn nogal gek van muziek en we worden heel veel gevraagd om dingen te organiseren of mede te organiseren, boekingen te doen voor bands, want daar is echt heel veel vraag naar en daar worden we allebei voor gevraagd en we willen daar induiken onder de naam Zwaantje Events. De Zwaantje naam blijft bestaan. Ik ga het café zeer zeker missen, maar het is voor ons wel na 27 jaar dag en nacht werken, is het wel, de koek is wel op. Twee hele fijne klanten gehad, ja, die ga ik zeker missen, zeker. Vooral het bejaard ook, ja. Er spelen wat gezondheidsproblemen, dus daarom. En hij wordt 60 jaar en dat vonden wij eigenlijk wel een mooie mijlpaal. Ja, een keer zelf genieten en op feestdagen en zondige dagen op pad, waar we nou eindelijk nooit kunnen. Het is te hopen dat ze in deze het terrasmeubilair nog niet hebben ingepakt, want dat gaat morgen zeker nog van pas komen. De donderdag belooft een heerlijke lentedag te worden met geregeld zon en temperaturen die kunnen oplopen tot 17 à 18 graden. Probeer dus zeker nog even een gaatje in je agenda te maken om hiervan te genieten. De dagen erna is het namelijk meteen weer gedaan met dat voorjaar. In de nacht naar vrijdag ontstaan er al enkele buien en ook overdag blijft het wisselvallig. Wel is het nog steeds zacht met zo'n 15 graden. In het weekend is het iets minder wisselvallig, maar zakt de temperatuur ook weer wat verder terug. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 13 maart. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. Met daarin de nieuwste films die vanaf morgen in de bioscoop draaien. Wij zijn morgen weer bij je terug en dan spreken we onder meer met de moeder van de Beuningse Caroline Pino, die in 1996 gewurgd langs de Franse snelweg werd gevonden. De Peter R. de Vries Foundation brengt deze zaak nu opnieuw onder de aandacht. Op onze website rn7.nl lees je hier vast al meer over. Graag tot dan!